Ik ben TV met een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon World. En we gaan proberen vandaag die parkwaardering naar 100 te krijgen. We staan 850. Alleen ik heb geen flauw idee hoe we dat gaan doen. En ook zonder al te veel lijk graag. Want ik draai in één keer weer op 21 frames. En ik zoom in. Ik draai op 43 en ik draai weer zo. En dus in één keer 12. En waarom ik weer random autosaving? Ik moet zeggen gewoon dat ik te veel mensen in mijn park. Beeld. Hard. Kort. Laag. Laag. Reflectie. Laag. Gemiddeld. Gemiddeld. Oké. Okay. Dan gaan we dan weer. Zucht. Geweldig deze game. Oké, ik krijg gewoon die frame rate niet eens hoger. Jij was niet zo heel erg happy. Waarom ben je dat niet? Verrassend water voor je geld. 809. De beoordeling. Ik weet niet hoe je er blij bent. Ik vind Amerikaans eten lekker. Nou, ik heb wel parkdiensten aannemen. En, of wat personeel. Nog een paar extra entertainers aannemen. Zie je dat dit allemaal gaat extra bij gaat brengen? Dat is wel een klein beetje extra. Die mensen moeten happy, happy, happy worden. Alleen ze worden niet echt snel happy meer. Op de een of andere manier. Waarom de fuck is dit dan zo random? Ik heb echt geen flauw idee, want het is gewoon nog een moment van uitzitten at die moment. And that's it. Als dat die parkbeoordeling weer ver omhoog gaat. Kijk, wat vinden de mensen? 90 anderen hebben honger. Hierachter ook een etenskraampje misschien neer dumpen. Ja, mag dat niet? Nou, dan gaat deze ook open. Jongen, je loopt echt rechtstreeks langs een vreettent. En je zegt dat je honger hebt. Ga dan ook wat halen. En die boos in een vreettent neer. Ik moet meteen wat sushi halen. Ja, de voetpad is lekker geglitcht. I like it. 95 mensen hebben honger. Dit moet eigenlijk zo laag mogelijk worden. Zullen mensen net als naar de wc moeten? Nou, dat kan ik ook even snel regelen. Toiletgebouw, klein. Maar achter ook wat toiletten. Ik had toch meteen moeten spijken, dus meteen goed meteen doorsturing hier naartoe. Maar ik vind het toilet eigenlijk nog niet zo erg belangrijk at die moment. Er hebben echt gewoon te veel mensen honger. Nu nog maar 87. Steeds minder mensen honger hebben, dan onze parkwaardering ook weer stijgen. Het blijft een keer op die 90 schommelen. Waarom? Waarom halen mensen niet gewoon even fatsoenlijk eten? Er zijn echt overal vreettenten. Ik ga ze even snel googlen. Misschien vind ik nog eens wat.
Roller Tycoon World. SCT World. En hoe heet dat? Park Rating. Hoe krijg je hem hoog? Oké. Quality of rides. Dus een verschillend aanbod aan. Het scenery doet dus ook wat. Oké, dat is interesting. Gewoon een paar bloemetjes neerzet en een paar heggen en gaan ze maar door. Gaat dat dus ook helpen. Schijnt dus. Oké, nooit geweten. Moet ik er zelf achter komen. Met deze laggy game. Holy shit. Helpt het al iets? Nee. Echt random neer te dumpen. Wat scenery staat. Oké, bij bomen. Basic spelers is dit. Western. Het daalt. Waarom daalt het? Happiness of cast. Oké, loud cast. Prizes for rides and stalls. Awards. Verschillende attracties, aantal attracties, quality of attracties, variety of stalls, amount of stalls, scenery tree. Dus als attracties kapot zijn, helpt dus ook heel goed mee. Ik kan nieuwe attracties bijbouwen. Nou, in ieder geval is een creatieve attractie. Het gebied van, hoe zou ik het noemen? Grondverzetting. Kijk. Meteen openen die hap. (1, 2, 3, 4, 5) omgeving. Oké, dat is echt gewoon heel random shit. Heel mooi fonteintje neer te plempen. En dan hebben we een achtbaan langs gechased. Schandalig slechte prullenbakken. Parkbeoordeling is weer heel iets aan het stijgen.
Hey, invloedrijk persoon komt eraan. Jongens, ik heb misschien een weg naar boven gevonden. Ik zoek binnenkort het magnaatleerling een vliegende achtbaan te vinden die me naar boven kan brengen. Oké, ik ga in één vliegende achtbaan met een hoogte van minstens 60 meter. Wees aan het achtbanen. Vliegende achtbaan. Oké, ik heb even een ideetje. Hoe kan ik mijn park trouwens uitbreiden? Zo. Zo, oké, dan hebben we dat ook gedaan. We gaan een stukje deze kant uitbouwen. Zo, achtbaan, misschien even. Even een klein beetje plaatsen. Onvoldoende saldo. Zo'n idee had ik misschien ook al wel. Even dan die 12.000 zien te krijgen. Come on, people. Give me money. That's all what I need. Ik heb honger. Maar waarom haal je dan niks? Heeft hij helemaal geen geld meer? Dat misschien wel het probleem is. Nee, dat zal toch niet? In ieder geval, ik heb bijna genoeg voor deze achtbaan. Nou ja, iemand wil hem graag wat hoger hebben, dus. Nou, regelen we dat toch even. Hoogte van minstens 60 meter. Ik wou zeggen dat dat moet kunnen. Oké, daar hebben we de achtbaan al. Nou, of die omhoog duurt nog wel eventjes, denk ik. Of ben ik nou steeds de ketting hier vergeten? Het schijnt als wel een heel klein belangrijk dingetje te zijn in achtbanen. Een ketting. Zonder ketting zou ik niet echt veel ver gaan komen. Het schijnt maar zo te zijn. Ik weet niet hoe als het echt zo is, maar. Ik heb gewoon zoiets gehoord. Deze wat omhoog zetten. Ik word net een heel klein tikje sneller dan. Test, test, open. Nee. Ik kan alleen testen. Niet openen. Hij haalt het hoekje zo toch wel, daar niet van. Nou ja. Oké, dit is wel heel jammer dit. Die wielen die draaien niet eens. Zo jammer weer dit. Maar in ieder geval, hij gaat omhoog. Dus. Ja, de rest moet hij allemaal wel kunnen halen. Nou, get up. Up, up. Faster. Zo, die gaat echt lekker stijl omhoog, jongen. Een masterpiece.
of Destruction. Kijk eens. Waar de hel ging die mis? En dit is de reden dat is echt maar nooit meteen open. Het is goed dat het nu wel goed moet gaan. Waar gaan we dan? Eigenlijk moet deze echt maar nog even iets sneller omhoog, vind ik. Die gaat eigenlijk gewoon veel te hard. Dus eigenlijk moet hij gewoon een paar goede remmen opzetten. En dan zou hij het ook moeten doen. De parkrating is echt alleen maar omlaag gegaan. Zo annoying. Dus ik ga hier nou nog één keer een episode proberen. Als het niet omhoog gaat, die parkrating, dan moet ik gewoon kappen met deze serie. Omdat deze game gewoon te geglitcht is. Toch een van de betere series is op het kanaal. Jee, hij is geslaagd. Nou, oké. Daar gaan we dan. Het hele pad bouwen. Van deze hele freaking achtbaan. Dus even een nieuwe attractie bijbouwen hier, denk ik. Heb ik die twist trouwens al? Ik heb de hek volgens mij. Die kost 3900. Goed om te weten. Dan gaan we daar waarschijnlijk de volgende episode proberen nadat ik dus al deze prullenbakken hier neergezet heb. Dus in ieder geval, vraag alvast om een like achter te laten. Absoluut niet om te abonneren. En dan tot de volgende keer. Tjus.